Bam! Fucka gangsters! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van... Hey, dikke Jonko donderdag! Wie heeft er zin in, Jonko? Heb jij zin? Ik ook zo! Vandaag ben ik in Delft. We gaan iets diks doen, iets exclusiefs doen. Een gekke Jonko wordt gedraaid. Want het is dikke Jonko donderdag! Kom zo! Oké, bam! Hey, maar je moet die camera een beetje laag houden, want als ik niet naar binnen mag, is para, snap je? Ik heb nog nooit gehoord, nee. Faka G's, alles goed? Mag ik naar binnen? Tuurlijk, jij mag altijd binnen, jij bent altijd welkom. Ja, ik ben altijd welkom. Ik mag naar binnen. Uiteraard, ja. We hebben hier een tafeltje voor je klaargezet. Dank je lekker wel. Gaan zitten. Oh man. Genieten. Je weet dank zelf. Dank je wel. Je weet zelf. Na 10, kom 11. Faka boys. Je weet zelf. Op een reis. Je weet zelf. Je weet zelf. Dikke jonkos. Check dit zo. Niet normaal zo. Ik ga beginnen met mijn programma. Ben je ready? Hey, ik heb twee guests, man, bro. Hou op, kill. Oké, ik ben vandaag in Delft. Ik zeg je eerlijk, man. Ik ben niet zo vaak in Delft geweest, man. Maar ik heb wel twee harde G's. Die gaan me vandaag joinen. We gaan een exclusieve jonko vandaag roken. Ja, toch. Wat het is zeg ik nog niet, maar we beginnen eerst met van het huis. Ja toch. Hou je van huis of ben je liever op straat? Goeie vraag zo, die man denkt, hé zo, wat ga ik doen zo, ga ik vandaag daar? Het is of thuis, maar ik ben ook op straat te vinden. Klopt, klopt. Hé, je hebt gelijk, dat is hem zo. Dat is, en jij? Ja, ook eigenlijk. Ook? Ja man, ja. Liever op straat. Dus je bent ook half om half? Koop je ook soms half wit, half bruin brood? Ja, tuurlijk. Echt waar? Ik niet zo, ik koop alleen bruin. Waarom niet? Nee, slechte grap zo. Dus we gaan vandaag beginnen met de alien cookie. Heb je die al gerookt? Ken ik. Ja, ken je? Oké. Van hier toch? Alles is van hier, zo. Van waar moet het zijn? Van mij? Nee, zo. Ik heb geen wiet thuis. Gangsters, alien cookie. We gaan hem blazen. Is zo'n aanzeker is echt goed, hè? Gasbranden. Gasbrand. Zie je, tata's noemen het gasbranden. Ik noem het storm aanzeker. Want in storm, die ding werkt gewoon. Faka boys, je weet zelf. Ja man, ja man, ja. Nee, we gaan die jonko niet roken, zo. We hebben jonko hier, zo. Hier, ja. Zo, dit was het einde van de aflevering. Wauw! Eerst de jointje, man, zo. Maar ik zeg je, die smaak is lekker. Alien cookies, zo. Degene die dit heeft gekweekt. Zit sowieso vast. Hardcore man, want die shit is toch goed? Maar dit is wel een hele lekkere jonko man. Wat ik hier, sherbet. Ja. Ja, dat is mijn favoriet. Sherbet, oh. Die strawberry. Strawberry. Ja. Strawberry die hebben we daar. Oké. Ik ga deze even doorpassen. Ik zou aanraden, alien cookie als eerste jonko van de dag. Ik ben nu zo high. Je zou denken, ik ben Georgina Verbaan. Oh shit, nigga. Hey, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Dat was een slechte grap, hè? Fuck, man. Hey, sowieso, witte mensen gaan lachen thuis als ze dit zien. Jawel, dit is echt een lekkere junk. Neem jij hem? Mm-hmm. Ja, maar de rest mag niet uit. En jij hebt al een keer met mij meegedaan, ja, hè? Ja, man. Je bent er gewoon weer. Ja, toevallig is het hier eigenlijk bijna altijd, man. Oké, heb je geen vriendin? Jawel. Je hebt ook vriendin? Ja, en die vindt niet erg dat je hier zo zit? Nee, ik niet. Nee? Nee, echt niet. Nee, man. Jij hebt ook vriendin? Nee, bij Kessel TV. Oh, je... Wow. Hij stuurt ook. Dit is een heel raar gesprek, ja, zo. Nee, man.
man. Hé, maar ik ken zijn vriendin. Omdat ik hem ook ken, toch? Oh, je kent hem? Ja, tuurlijk. Jullie zijn matties? Ja, tuurlijk. Bro. Hij is ook Stuart Bado, dus daardoor ken ik hem ook. Je bent ook steward? Ja, bij beveiliging ook. Hoe de fuck ben je daarin gerold, bro? Ja, familie, kijk, dit is heel raar, zo. Je doet gewoon, je weet toch, ik fix die shit. Ja, wauw. Moest je niet solliciteren? Ik heb ook toetsen gedaan, contact getekend. Ja, maar nigga, goeie shit. Ik heb geen werk. Ik heb nog steeds geen werk, zo. Ik zoek al 10 jaar naar een baan, zo. Ik ben steward, luchtsteward, grondsteward. Ik kan zelf stuwkracht geven, zo. Rook. Shit. Rook die ding. En hij weet, ik draai goede shit, man. Ja. Je was vorige keer bij mijn kerstdingen, was je helemaal eraf, bro. Mag ik vragen, heb jij ook een baan? Nee, man, nu op het moment niet, man. Toevallig niet, man. Nu. Fuck je hard, bro. Besef, hij heeft een baan, jij niet. Is omgekeerde wereld hier. Ja. Jij is gekke shit, zo. Ik zeg je, stoners kan je niet alleen laten achter de tafel met jonkers. Nee, man. Maar het is wel heel. Is wel leuk, zo. Wat is jouw hoogbehaalde diploma? Kader, man. Kader. Ah, volgens mij heb ik dat een keer gehoord in Kulas en Black as a Poku. Hij ging van HAVO naar kader of zo. Ja, zo was het. Ja, dat zei hij. Oh, dat is niet zo hoog, zo. Je moet bikkelen even, zo. Ja, alleen weet je wat het is? Ik heb wel 4 opleidingen gedaan. Ik hoorde hem zeggen, ik wil echt wel iets eigenlijk met sport gaan doen. Alleen die testen en zo, die conditietesten, ja, daar kom ik gewoon niet doorheen. Had je daar moeite mee toen je er niet door mee kwam? Ja, eigenlijk wel. Omdat, ja, want dat is wat je wou? Ja, dat is wat je wil, laat maar ja, zeggen. Toch? En daarom, nu weet je ook op een gegeven moment niet meer wat je wil. Omdat, ja, wat wil je gaan doen? Want hetgene wat je wil doen, dat kan je nu niet gaan doen. Ja, klopt. Dus nu, ik ben nu wel naar sportschool aan het gaan en zeggen dat soort dingen. Om juist. Je bent nu aan de sport, echt waar? Ja, man. Ik zie het niet zo. Nee, niet zo bedoeld. Ik snap, maar het is logisch, omdat je weet niet hoe ik er eerst uitzag. Je zag er nog. Nee, hoe moet je dat beleefd zeggen? Ja, ik was nog dikker. Je zag er nog wat groter, echt waar? Hoeveel woog je dan? Ik woog 120 op een gegeven moment. 120? Ja. Je kon tegen Rico verhoeven. Kill, die man moet geblazen worden, kill. Ja, je moet hem aanpakken. Nee, kan niet. Als je die piepjes test niet doorkomt, kan niet. Nee, hij doet het wel. Ja, hij doet het. Hij ook zo. Ja, nou weet ik niet. Heb jij die piepjes? Hé, nou wacht, ik weet het nu ook niet. Fuck, maar die jonk was echt lekker, man. Rook hem nog even? Nee, ook zo. Oké, hij wordt boos. Ik rook hem. Ja, oh, bad. En ik ben geen Spider-Man dat ik zeg, hé, Jonko terug. Hé, we gaan door naar de volgende Jonko. Dit was Alien Cookie. Ik vond het echt een lekkere Jonko. In het begin, hij klapt hard op die keel, maar daarna je went eraan en dan is die smaak gewoon We gaan door naar deze. Ik vond deze verpakking zo mooi eruit zien, hè, bro. Hoe heet het? Unisex? Die jonko heet Unisex. Serieus? Dit is een jonko voor Gordon, brother. Jawel. De eerste echte jonko voor Gordon en Fred van Leerkeel. Unisex, brother. Je kan hem kopen via niet mijn Instagram, zo. Ga naar de flauw. Jawel, ze. Shit, we gaan hem blazen. Wat gekke shit. Deze heb ik ook mooi gedaan. En ik heb veel jonko erin gedaan. Oké, Unisex. Die jonko rijdt sterk, man. Is een Kelly, hè? Het is een Kelly, ja, hè? Ja. Het is zeker een Kelly! Wauw! Ik moet even een slokje van de drinken, man! Hoest je nog wel eens als je jonko rookt? Ja. Af en toe komt er wel eentje. Af en toe komt er eentje. Nou. En tenzij, als je wat sterker ingooit, dan. Het komt elke keer een naus, maar ik vind het alleen maar leuk eigenlijk, want dat maakt je nog meer stoner. Ja. Shit, man, hij doet me denken aan... je lijkt echt op Method Man, man. Echt waar, man. Je moet How High een keer kijken, man. Ja, G. Die muziek nog steeds. Hé, je weet zelf wat. Check die man. Dit is echt een lekkere joko. De smaak die ik hierbij proef, is tropisch of zo, man.
Hij is niet zwaar, maar je hebt geen hoesgevoel. Maar heet het echt unisex? Je weet het niet, hè? Ik weet het ook niet. Kijk die rook, man. Hé, hey, hoe zwarter de rook, hoe slechter die shit is, man. Echt waar. Laatst kwam een mattie van me met een assie. Die man kwam met de hele blok. Hij laaide die assie, die ding was zwart. Ik zei, ik gooi die ding in mijn kliko. Zo zwart is het zo. Maar zonder ja. Candypacks heb je ook die... ding erop, dan kan je zien hoe wit je as is. Klopt. Ja. Kijk hier zo, man. Lekkere joke, hoor. Wauw. Zo, maar zie hoe hij die jonko rookt. Ja. Fucking mooi, sa. Foutje. Die hoest. Kom laat. Zo, maar jij hoest gewoon echt niet, man, bro. Hij gaat dadelijk roken. Dat doe ik altijd. Ja? En ik pas hem door. Na een paar seconden gaat hij dat roken. Ja, dus pas als jij hem doorpaast. Na een paar seconden. Ja! Kijk, dit kan ik wel elke dag roken. Ja, dat wel. Deze kan je wel echt elke dag roken. Maar die andere van net, die... Oeh, romig. Wat proef je daar? Aroma? Aroma. Proef je een beetje aroma zo? Ja. Ja, je proeft lavendel. Je hebt soms van die tata's toch, die echt interessant doen in een weed-podcast en shit. Ja, yeah, it tastes like lavendel. Je denkt, what the fuck is lavendel? Je hebt nog nooit lavendel geproefd, zo. Ah, man. Dit is een lekkere jonko, man. Ja, man. Props naar deze, man. Deze krijgt zeker props van mij. En ik kan hem elke dag roken, man. Dat vind ik lekker. Zo, maar kijk die rook. Ik hou van hoe het zo rookt, hè. Ja, ook als je hem omdraait en dan helemaal omdraait, ja, zo. Dus je hem zo laat hangen, dat hij zo omhoog komt. Oh ja, oh. En als je dan omhoog en dan rook, nog stoners. Ja? Nog stoners. Ja? Wat moet ik nu doen? Wachten. Ja, wachten, ja. Wachten tot boven, beetje naar boven. Ja. Die olie zo naar beneden, komt een cirkelrandje. Maar hoe lang moet ik wachten, zo? Een paar minuut voor die jonko, ik mag poffen. Hé, hey, wacht. Laat me eerst een pof nemen, dan wacht ik een minuutje zo. Ja, toch. Zo kan je het ook. Hoe wist jij dit? Ja, ik heb het gehoord, ik heb het uitgevonden. Je hebt het uitgevonden. Wacht, welke is het zo? Gekke die, man. Ah, schatje, ik heb het gehoord, maar ik heb het uitgevonden. Je weet toch, het is allebei. Maakt je goed stoot. Deze wil ik roken wanneer ik ga snorkelen onder water, zo. Ja, G. Hoe ga ik het doen? Ja, hoe de fuck, ja. Ik was vergeten die joke wordt nat. Dit gaan we sowieso eruit knippen. Hey, Fred van Leer, koop deze shit. Gordon, ja, koop deze shit. En Gordon, unfollow mij ook, zo. Hey, wat betekent WWXBB? White Widow, X-Bubbles. X-Bubbles? Ja. Is een mix. Oh, kom, we gaan die proberen, bro. Right. White Widow X-Bubbles was het, hè? Ja. Ja, man. Heb je dit wel eens gerookt? Ja. Echt een lekkere joko, bro. Een gekke aroma, maar hij is niet hier dodelijk, bro. Oeh. Nee, deze komt. Ik denk ook niet dat die komt. White Widows X-Bubbles, man. Het is gek, ze hebben die wieris gewoon gekruist met elkaar, hè. Ja, G. Het is een kruis, man. Hé, hey, maar wat, je bent de rapper? Nee. Poëet? Ook niet. Je schrijft gedichten? Ook niet. Wat dan? Je schrijft boeken? Ook niet, nigga. Lees je boeken? Soms, niet veel. Oké, hoeveel boeken heb je gelezen in je leven? Denk een stuk of 10. Echt waar? Zoveel? 10. 10. Hele boeken. Ja. Boeken. Niet stripboek. Nee. Wauw. Ik lees niet veel, man. Ik ook niet. Ik lees nu, alleen... Nu ben ik er klaar mee. Sprookjes. Ik lees alleen houdbaarheidsdatum, bro. En ik lees wel veel. Paprika. Ja. Vooral paprika lees. Lekker. Ja, man. Ja, echt waar. Hey, ik word stoner en stoner. Jawel, man.
Dat was een flauw grapje, man. Snap je? Flauw grapje. Ja, die echt hard dat jullie dit met mij willen doen, hè. Fuck, man. Deze junk was zo lekker. Ik ga hem hijsen en doorpassen. Ja, mensen, jullie weten, ik maak een smoke-serie. We hebben 1 miljoen views op de smoke-serie gehaald, zo. Ja. Dat is gek. Hey, gek, man. Wij doen dingen, zo. Het enige wat ik wel even wil meegeven, YouTube heeft me fucking geboycott. Ik verdien geen 1 euro meer op YouTube, op niks van mijn filmpjes. Sinds januari, vieze flikkers. Ja, man. Dus als we even allemaal een petitie gaan beginnen, zo. Van, hey, gun deze nigger gewoon weer zijn money back. Ja, man, ik ga niet voor je jokken. Dit is wel ook een favorietje, man. En heb je gezien, hij is hoog geleid, maar niet hoog geprijsd. Oh! Dit was de White Widow X Bibbles. Deze was echt lekker zwaar. Jawel, man. Ik heb het fucking koud, dus ik ga even een hoodie aantrekken dat ik heb gekregen, want ik heb het fucking koud, zo. Zo, gangsters. Dit is de HIA. Vaker gerookt? Ja? Oeh. Niet vaak, man. Oké, je weet zelf, gangsters, HIA. Dit is een hash. Meestal maken die je gewoon heel... Ze maken je stoned. Voelt je ook een beetje rustig worden, slaperig. Ik ga hem proberen, man. En veel van de kijkers zeggen ook rookhash, rookhash. We roken hash, ja. We roken nu hash. Dit is hash. Ja, rookhash, rookhash, rook. Ik rook nu hash. Oeh. Weet je waar je assie ook kan merken dat die lekker is? Als die smaak dat je rookt, hier proef je gewoon een smaakje van die hash. Sommige hash, je rookt het. Je proeft gewoon naar de binnenkant van mijn kliko's. Ja, maar dit is wel een lekkere assie, man. Hey, maar ik zeg je eerlijk, man. We zijn nog wel steady, man. Ja. Jawel, man. We zijn nog wel steady, man. Hé, hey, hier. Sorry, man. Hey, we gingen even over in onszelf, zo. We waren jullie gewoon vergeten, kijkers. Sorry, zo. Pak koffie, pak thee, zo. Het wordt nog gek. Pak de telefoon van je rijke mattie. In die tussentijd dat wij chillen. Nee, grapje. Dit is hier. Ik vind hem lekker. Ik moet hem doorpassen eigenlijk. Ik vergeet het. Alsjeblieft, man. Wat, hoe heet je eigenlijk? Melly. Melly? Je heet echt Melly? Je echte ja, naam? Ja, achternaam is Jamil. Oh, Jamil. Jamil. Jamil, oké. Okay. En jij heet? Giovanni. Dat is je echte naam? Mijn naam is Melly. Wauw, man. Hij heet gewoon als een donkere koe. Hij heet gewoon als hij heet gewoon, ja, ja hè. Eigenlijk, Giovanni zou je denken, is een nigger. Shout-out naar Melly en Gio, man. Ik heet wel liever zoals Jan of zo. Ja? Ja, nee. Bro, ik hoorde laatst Thomas. Ik dacht, wie de fuck zegt Thomas? Thomas, dus ik ga gewoon... Stoomlocomotief Thomas. Ga ik me... Hey. Ja, ja. Wij zijn fout. Dit is een heel fout programma, zo. Misschien heeft YouTube hierom ook mijn ban gezet dat ik geen money meer pak op mijn shit. Maar we gaan niet stoppen, kill. Nee. Ja, G. Ze hebben me gewoon geband, hè. Ik heb 10 miljoen views gehad. Ik kreeg opeens die shit, man, bro. Ja, kill. Triest, hè. Dit was die ja, mensen. Gosher Cookie. Ja, ik ken hem niet. Deze, ik zeg je eerlijk, ik brokkelde het net. Die geur was zo lekker. Ah, heb je deze wel eens gerookt? Gosher Cookie? Ja. Ja? Ook. Gewoon van hybridjes. Kijk, ik ben, heb ook sowieso alles gerookt. Ben je fan van hybrid? Ja, ja hybrid biedt het echt lekker, man. Sowieso ook sativa, maar anders echt hybrid. Indica wat minder, iets meer als ik ga slapen. Klopt, indica is voor als je gaat slapen. Oké. Oh ja, ik had ook nog kijkersvragen van jullie, die moet ik ook beantwoorden natuurlijk. Ja, echt fuck, ik ben ook high voor die shit. Fuck je high. Hier gaat je, neem jij hem even G? Dit is fucking lekker weerie, man. Luc, Lucie Luc vraagt hoe de fuck maak ik een hamer joint? Luc, als je echt mijn shit checkt, zie je dat ik die ding alleen rook zwaar.
Ja, ik rook die ding. Meer niet. Ik maak het niet zo. Aartje 015. Sydney, wat vind je van crypto? Ja, ik fuck niet met die shit. Ik kan het niet in mijn eten zetten. Ik kan niks ermee, zo. Je kan je geld wel kwijtraken. Ja, ja, zo. Het is encryptisch, ja. Mark Fleet 88 zegt, kan ik ooit een jonko roken? Voor mij. Para, hè. Dat is nu ook gewoon. Ondertussen eten we even een chocolaatje. Hé, hey, dit is die Baking Bad. Dit is Baking Bad, hè. Oké, okay, wacht. Ik eet hem zo verder. Zo chocola. Kan ik ooit jonko... Hé, hey, ik spuug op die scherm, zo. Caroline Wit. Een van mijn beste vrienden. Zou zo graag met jou willen smoken. Hoe regel ik dat? Valt niet te regelen, zwa. Valt helemaal niks te regelen. Nee, zwa. Sorry, man. Danisha. Is goed. Mm-mm. En we kregen gewoon een baking bed chocola, zwa. En ik hou niet van chocola. Nee? Nee, zwa. Mama staat dat. Ze zegt chocola is slecht voor je. Mm-hmm. Gangsters, dit was de Gosher Cookie. Bam, gangsters. Oké. Okay. Dit chocolaatje gaat er vandaag zeker in, man, G. Want deze dingen zijn meestal wel... Je voelt je ook gewoon suf, man. En loom. Ja, man. Dus ik ga even kijken hoe ik ga spacen. King Hassan het is. Ik weet, jij rookt liever geen assie? Ik ook niet, man. Maar ik heb een kwaliteit. Ik ook niet, maar ik heb sommige assies. Wat ik wel echt... Hard vind wat ik vaak heb ook. Maar als je assies... Als je dat glue is. Oké, oké. Ik ben ook echt een wietmannetje. Maar ik soms, als het assie lekker is, wil je wel roken. Natuurlijk. Mm-hmm, dat zeker, ja, maar heb ik vaak, hè? Echt vaak. Hey, maar ik zeg je eerlijk, deze King Hassan verdient pleimpje, man. Ga niet voor je jokken. Ik geef niet snel pleimpjes aan Wiri, hè? Echt niet, man. En assie, ja, maar ja, Wiri, assie. Geef niet snel pleimpjes aan iets. En als iets te sterk is, zeg ik ook gelijk, hé, hij is lekker, maar hij is te sterk. Ik kan hem niet elke dag roken. Je weet toch, je wilt die mensen die naar mijn kanaal kijken ook niet prik maken. Zie je het dadelijk op Rotterdam Centraal of Delft Centraal. Heeft u misschien 5 euro voor me? Koop het op vrijdag. Ja toch, op zondag koop je weer een rustige indica. Ja, G. Maar dit is echt lekker hoor. Oké, ik ga hem doorpassen. Want ik was Spider-Man, ik zie al die joker veel te lang van. Hoe oud was jij? 21 en? Ook 21. Oké, okay, young boys man. Wat is je favoriete rapper in Nederland? Rich Kalas, wel. Rich Kalas, sowieso. 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 Het veel vuur. Zie, ik moet zelf hoesten hoe je het zegt. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Kevin, ja, oké. Okay. Die slow flow, hè? Ja. Ja, die slow flow. Ja, ik vind soms de flow te langzaam gaan. Hef. Maar hij is slow flow, dus hij mag wel langzaam gaan. Hef, hoor. Hef? Ja, hef, man. Die double. Oeh, man, van bankjes. Ik ben heel verschillend in, man. Ik ga weer naar festivals en zeg hardcore, dat soort dingen. Hardcore? Ja, hardcore is toch wat hardwell en zo maakt? Ja, ja. Allemaal hier zo zweet en shit. Ga je echt naar zulke shit? Ja. Zo, weet je wie je moet luisteren? No. Vooral, ik zou zeggen dat ga Kaliber luisteren. Kaliber is echt een goeie, zo. Ja. Immoralis? Oh, je gaat helemaal kapot, zo. Je gaat kwijt. Je gaat kwijt. Oké, oké, oké. Je gaat kwijt, zo. Wat nog meer? Wacht. Green Gang. Ook, serieus. Dit soort shit. Hydro Boys, ja man! Ja, ik wil jouw top 3 weten. Top 5. Ja, top 5. Sowieso Sydney. En Sydney. Ik kill beats, nigga. Ik kill beats zelf. Ja, nigga. Ik ga naar Ikea, ik koop een kast. En er komen beats uit, man. Produced by Kast.
Jawel, sir. Nee, maar mijn favoriete, even kijken. Ik kan Bucci luisteren, ik kan Rich luisteren. Dat zijn echt mijn top 5. Jaga Jaga. Ja, ja, Joey sowieso. Henky. En dan ben ik toch Frenna. Dat is mijn top 5, man. En Amerika is gewoon Wiz Khalifa, Juicy J. Klaar. Dat zijn mijn madaba. Juicy J, Wiz Khalifa. Ja, kijk, Snoop Dogg was vroeger, man. Ja, op Snoop ook eigenlijk. Ja. Dit was de King Hassan, sorry, we praten veel zwaar. Wij gaan door. Jawel, man. Bam! Oké, gangsters, dit is de Lemon Cherry Gelato. Het is de laatste van de reeks, zwaar. De laatste van de reeks. Kijk hier. Gaat hij in de branding? Dit is zo'n lekkere wietje. Echt waar, man. Hij is wel sterk. Ga niet voor je jokken. Ik dacht, je was gestopt, man. Weet je hoe lang? Hey, wow. Ik was 764 dagen gestopt. Je hebt gelijk. Maar toen was ik weer begonnen, zwaar. Ja. Dankjewel, zwaar. Jawel, man. Jawel, zwaar. Mijn vrouw zegt dat niet. Beter voor je. Zit niet beter voor je. Nee, ja. We staan niet oud, je nieuwe. Echt een lekkere weerie, bas. Dit is de laatste joint. Eén na laatste. We hebben iets speciaals voor jullie, gangsters. Dat komt uit deze voorraad. Ja, er wordt iets diks gedraaid. Wat het is voor jullie dadelijk. We gaan even genieten van deze. Ik vond het een fucking leuke dag vandaag. Vond jij het leuk? Ja, man, gezellig. Jij ook? Zeker, gezellig. Ik vond het ook fucking gezellig. En ik ben stoned en high in één. Achter de schermen is er gewoon iets diks gedraaid, zwaar. Iets diks. Wat het is? Damn! En je weet, het is de flauw. Dus waarom zou ik niet komen met een flauw vuurtje? Ik wil even een shout-out doen. Naar degene die dit achter de schermen heeft gemaakt. Ganja Specials. Je weet zelf. Fuck je haar. Dit is hem. Hier gaan we hem aan. Dit is een tip, hè. Tip, zwaar. Hey, voor dit moet je je fucking goed voorbereiden, man. Mensen thuis, dit is niet gezond, zwaar. Ik probeer meer. Ik moet ook leren die rook uitblazen, broeder. Kom maar. Dit is geen flauwe vuurtje, broeder. Hop. Holy shit! Als jullie dit thuis zien, hoe gaat de gevoel? Dit is zo fout. Check even naar de camera. Blaas die ding, broeder. Oh man. Dit was een hele lighter joint, bro. Geen flauw vuurtje.
Wel een gekke flauwe jonko, man. Die jonko maakt me in één keer stil. Dus aan het einde van deze filmpje, ik ga niet veel praten. Ik doe het nu alvast, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik zet je belletje aan. Ik ben de tekst kwijt. Ik ben het helemaal klaar. Geniet van die jonko hoe het brandt. Van alle hoeskik. Heb je een kickstart op je brommer? Kick die ding, zo. Ja, zo. Jij bent ook wat stiller geworden, heb ik gezien, man. Niet alleen ik, man. Ja, man. Huh? Nee. Dit kan er niet meer bij, zo. Nee, man. Dit is wel een hele... Nee, volgende aflevering, zo. Ja, volgende seizoen weer, zo. Geen genade. Geen genade. Shit is amazing, man. It's amazing shit, man, bro. Wil je ook proberen? Natuurlijk, bro. Eén knop dak panorama. Eén knop dak panorama. Kijk, zie je, nu gaat hij bijna normaal weer roken, man. Maar dit is een dikke rook, bro. Dikke rook. We gaan deze oproken. Wij blijven draaien. Maar ik ga nu even mijn mond houden, want ik ga genieten van die jonko. Ja, hij gaat vallen. Hij gaat vallen. Oh my. Hey. Hey. Oh. Dit is op beeld. Donkerbruin. Echt mooi, man. Echt mooi gedaan, boys. Oké, gangsters. Deze Joko is gekild. Ik vond het fucking leuk. Giovanni en Melly waren hier. Dit was een leuke aflevering. Peace. Je weet zelf dat die kop en... Ja! Hey, wacht, nog één dan zo. Ja toch! Pakka G! Ik ben fucking high geworden, zo. Hey, leuk voor het kijken. Ik zie jullie volgende aflevering terug. Met de andere unieke jonko. Ik ben wat trager dan normaal. Ik ben helemaal fucked. Hij zegt rustig. Mijn leven is rustig. Ik heb net gebloot. Alles gaat rustig. Ja toch, G. Hey, rook ze, hè. Hey, hun hebben goede shit. Oh man. Oh man. Ja.